wij nog een rookmachine nodig. Rookmachine? Ja. Voor bijvoorbeeld voor feestjes, voor rook te genereren als je een feestje hebt bijvoorbeeld. Er staat er nou in op vakantieveilingen. Dus als we erin willen, dan moet nu, want hij is bijna voorbij, de actie. Ik zou niet weten, wat moeten we met de rookmachine? Ja, nou ja, bijvoorbeeld jouw verjaardag, afgelopen feestje. We konden wel een rookmachientje gebruiken, moet ik zeggen. Wat een suffe bedoeling was dat, zeg. Ongelooflijk. Het was helemaal niet suf. We hebben toen een hele gezellige avond gehad. Toen heb jij nog heel de tijd met Lars zitten lachen. Lars. Een toppunt van suf. Wat een dooie is dat, zeg. Wat is dit nou weer van onzin, Diederik? Je kan het altijd heel goed vinden met mijn broer. Waar komt dit nou ineens weer vandaan? Moet ik dat ding nou bestellen of... Ik ga hem gewoon bestellen. Hoppakee. Gezamenlijke rekening. En hartstikke idee. Besteld. Hartstikke idee. Heb ik jouw toestemming echt niet voor nodig, hoor. Als je dat soms denkt...